Wat betekent een motorfiets voor mij? Op een mooie vrouw na, het mooiste ter wereld. Ja? Ja. En toen die motorfiets, de eerste die ik toen kocht, die was toen geen cent waard. En die kocht ik voor 200 gulden. Die is nu getaxeerd op 14.000 euro, ja. Euro. Ja. Dan voel ik mij de koning te rijk. Ik zeg wel eens soms, onze lieve heer voel ik me nou. En dat is alles. Ja, gewoon fantastisch. Iets moois is er niet. Als ik op dat ding rijd, dat is echt fantastisch. Mijn allereerste motorfiets was een 125cc Yamaha. Die staat er ook in het museum. En daar ging ik vroeger mee naar school. Als zijnde bromfiets. Is het zo begonnen? Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, nee, het is eigenlijk al veel eerder begonnen. Wij woonden vroeger buitenaf, aan een zandweg. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen van met eerst begin toen was ik 10 of 11 jaar oud. Met een oude Solex. En de buurman die woonde 150 meter verderop. Die zei van, ik heb een mooie bromfiets voor jullie. Hij loopt niet, moet je hem zelf een loop maken. Nou, die hebben we toen gekregen. Urenlang mee geprutst, maar op een gegeven moment hadden we hem aan het open. En dat was een HMW. En ja, daar konden we echt mee crossen. En toen zag iemand anders staan, die zei van, ik heb nog wel een oude motorfiets. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Maar het zat ook een beetje in het bloed. Mijn moeder, die had broers, die reden ook allemaal motor. En mijn vader, die reed motor, vroeger. Die heeft nog zijn rijbewijs gehaald. Toen vroeg de examinator van, meneer Kuipers, hoe bent u hier gekomen? Ja, met de motor, wat denk je, niet lopend. Oh, dan kan je ook wel rijden. Rijd dan maar even een rondje om de kerk. Hij was in Tubbergen. Rijd dan maar even een rondje om de kerk. En dus was ik er niet afgevallen onderweg. Die zei, oh, je kunt wel rijden, het is goed zo. Je hebt je rijbewijs. Zo ging dat vroeger. Zo ging dat vroeger. 11 jaar was hij toen het begon. Nu, 55 jaar later, telt de collectie van Paul Kuiphuis uit Saasveld rond de 30 motorfietsen. Wat betekent een motorfiets voor mij? Op een mooie vrouw na, het mooiste ter wereld. Ja? Ja. Ja. Wat is er zo mooi aan? De techniek. Dat is het mooiste wat er is. En alles wat er omheen hangt. En dan bedoel ik wel de oudere motorfietsen. Het moet wel staal zijn, geen plastic. Welke periode zijn de mooiste motorfietsen gemaakt? In de jaren 60 en de jaren 70. Toen waren die fabrieken allemaal nog in ontwikkeling. Motorfietsen waren in ontwikkeling. En toen kwamen de mooiste dingen op tafel. Er was nog een engineer die tekende nog een motorfiets. Met de hand. Ik heb vroeger ook gewerkt als zijnde engineer, op een engineersafdeling. Dan moest ik ook tekenen op een kalk. En dat noemen ze dan kalk, maar dat deed je nog met pen en potlood. Hoe oud is jouw oudste motorfiets? De oudste motorfiets is van 1962. Die is dus bijna 60 jaar oud. Dat is een Honda CB72. En werd vroeger ook wel de Honda Dream genoemd. Maar hoe ontstaat zoiets? Kijk, ik vond motorfietsen toen ik vroeger naar de ambachtschool ging, dan had je een dealer in Almelo en die had ook die motorfietsen er staan die ik nu hier ook heb staan. En daar kon je urenlang naar kijken voor de etalage. Dan liep je kwel uit. En toen die motorfietsen, de eerste die ik toen kocht, die was toen geen cent waard. En die kocht ik voor 200 gulden. Nou, en ik heb je vanmorgen ook verteld van, die is nu getaxeerd op 14.000 euro, ja. Euro. Ja. En dan alles wat jij repareert, restaureert aan die motor, is origineel. Ja. Elk schroefje ja. Heb jij allemaal. Die heb ik allemaal. En anders koopt jouw zoon het via eBay. Dan koopt mijn zoon het via eBay. En als het helemaal niet te koop is, dan maak ik het zelf. Ik heb een draaibank. Inmiddels. Ja, ik vind het zelf niet zo belangrijk. Maar ik denk een kleine 30 of zo in totaal. Maar je verkoopt niks? Ik verkoop niks. Helemaal niks? Nee.
helemaal niks. Als iemand, je hebt ooit ingekocht voor 50 gulden en die kan nu misschien voor 30.000 weg, verkoop jij niet? Nee. Waarom niet? Ik heb ze niet op mijn rug zitten. Ik heb prima pensioen. En ja, ik vind het gewoon mooi om die dingen te hebben. En ik heb het ook testamentair vast laten leggen. Als ik een houten pyjama aankrijg, mag ik dat zo zeggen? Dan erft mijn zoon alles. Die mag alles hebben. Hij is er ook heel druk mee. Hij steekt er ook geld in. Ook zijn eigen spaarcentjes steekt hij er ook in. Een mooie gezamenlijke hobby van vader en zoon, de motorfiets. Maar niet alleen om aan te werken te knutselen. Nee, zeker ook om mee te toeren. Daar voel ik mij ja, de koning te rijk. Ik zeg wel eens soms onze lieve heer, voel ik me nou. En ja, dat is alles is ja, gewoon fantastisch. Iets moois is er niet. Als ik op dat ding rij, ja, dat is echt fantastisch. Hoe trots ben je op dat wat in jouw schuur staat? Ja, maar heel trots, maar heel trots. Als ik hier zit en ik zit daar achter het schap, dan neem ik een pilsje 's avonds of zaterdags, dat doe ik dat heel vaak met mijn vrouw, zitten we daar een uurtje. Dan gaan we een beetje bijkletsen. En dan denk ik van, ik zit in het paradijs. Ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd van, als ik doodga en er is hier wat na, ja, dan wordt me niet zwart voor de ogen en ik kom terug in zoiets, dan is dat voor mij het paradijs.